What's up, people? We gaan een mini-keuken halen. Hey. Zo asociaal, moet je eens kijken of we verkeerd zijn. Maar ja, iemand. Ik zal even laten zien. Maar weet je hoe gangster is het? Weet je hoe gangster het nu is om met je eigen camper naar de camper binnen te gaan? Dat voelt echt zo. Dat je dan. Je voelt je echt een papatoele die dan zo loopt. Zo. Ja, nee. Echt dat je dan na jaren dat je de auto weer getuned, dat je dan eigenlijk met die auto naar. Dat je dan eindelijk na jaren naar zo'n autoshow mag, weet je wel. Ja, dat je met trots mag laten zien, dit ja. Hebben wij gebouwd. En Bram, voornamelijk Bram, maar dit hebben wij gebouwd. Dit heeft onze familie gebouwd. Oh. Dit is dan bijvoorbeeld zo'n shotje, of hoe noem je dat? Een van de dingen wat je zou kunnen gebruiken op gas. Hoe werkt dit? Indrukken en draaien, oh ja. Nou, op zich wel een mooi ding dit ook wel hoor, deze. Die hebben er heel veel. Oh, ziet er ook wel cool uit. Oh ja. Het ziet er allemaal wel een beetje krakkig, moet ik eerlijk toegeven, ja, vind je niet? Ja, is maar 50 euro. Hè? Ja, oké, dat is waar. Ja, deze had ik op internet gezien. Dit is op zich wel een mooi ding. Ja, wat is nou het verschil? Kookstel. De wat, het aantal wat. Ja, misschien kun je beter gewoon, we koken toch op langzaam gas. Dus we gaan weer verder. Dit is echt heel mooi. Ja, deze is wat duurder. Hier zit een warmhouder bij. Maar ja, dat gebruik je niet. Dus we nemen warmhouder? Ja, dan heb je hier twee. Kijk, dit is echt super handig. Is dat? Wacht even, hoor. Niet doen! Kijk, dan ben je aan het koken. Ja. En dan heb je twee warme en twee aan het koken. Dan denk je, ik moet even één parm warm houden. En dan past het niet. Dus die gaan we dus niet nemen. Dus we nemen gewoon dit. Even de rijst, even de kip. En je hebt ook een oven. Dat is ook wel cool. Nee, maar we kunnen ook een vier nemen. Nee. Dat is ook wel vet. Vieren werkt niet. Waarom niet? Er kunnen nooit vier pannen naast elkaar. Dus dan heb je zo'n klein pannetje die manier. Nee, we nemen deze. Ja, maar twee naast elkaar ook niet, toch? Wel. Probeer eens. Het is veel groter, kijk. Dit is zo. Zie je dat? Die zitten veel verder uit elkaar. Ja, die zit verder uit elkaar, ja. Deze nemen we. Het is echt zo'n klein kinderovertje. Zo'n goedkope van ga er maar mee spelen. Maar de prijs zegt iets anders. Zullen we gewoon geen anders nemen? We eten gewoon alles rauw. Nee. Kijk, we zijn dus bij de winkel om gasstel te kopen. Maar ik bedenk me dus in één keer wat. Ik weet helemaal niet of het kan zo. Maar ja, we zijn nu toch en we hebben hem toch mee. Kijk, net zo goed even een beetje van naar binnen lopen. Een foto maken of een filmpje. En dan die keer even overleggen. Want ik wil dus eigenlijk tegelijkertijd de gijzer kunnen bedienen, dat zelf een oom wil douchen of warm water, dat je dan niet die gasbus de hele tijd hoeft af te koppelen om iets eten te maken. Dan moet het allemaal gewoon lekker blijven staan. We moeten eigenlijk gewoon met een soort T-stuk ventiel dat het allemaal eigenlijk aangesloten kan worden. Dus ik dacht van ja, loop ik even de camper in, maar die hebben we toch mee. Dus stop. Ik ga gelijk even kijken waar alles nog goed staat. Want we zijn nu al aardig aan het rijden. En dat is wel grappig, de vent zelf gelijk van heb je je camera niet mee? Dus ja, nee, film nu eventjes met de telefoon. Hij herkende me nog van de vorige keer dat ik hier een kaartje ging kopen. Oh nee, er is wat omgevallen. Plant en de kussen. Dus, nou, we zitten gewoon weer even zo. Kijk, wat ik dus bedoel. Dit is het gasdingetje van de gijzer. Hieronder staat dan uiteindelijk een gastank. Die heb ik al. En die sluiten dus eigenlijk hierop aan. Maar nu wil ik eigenlijk het mooiste hebben, dat als we die dus allebei kunnen bedienen eigenlijk. Maar dan moet ik even die gast vragen. En als je afvraagt, wat doe je in de badkamer? Ik heb net even lekker gepoept. Op mijn moeders wc, perfect. Hey, ik ben even bij mijn ouders thuis. Nou, de camper is dus zo goed als klaar. En nu is het zover dat we dus spullen die we hier hebben opgeslagen, onder andere hier, even gaan uitzoeken en in de bus gaan leggen. Nou, ik ben net al eventjes bezig geweest. Zoals jullie kunnen zien, hier achter mij liggen al wat dingen. Hier staat de bus. Dus dat is mooi. Ja, hier bijvoorbeeld een tas met handdoeken. Tas met onderbroeken. Ik heb allemaal nog van die potten staan en zo. Beneden heb ik ook al wat dingetjes staan. Die moet ik nog een beetje uitzoeken. Zijn er nog kleren? Is er nog een doos van prankster? Hier staan nog een paar kisten met spullen. Hier staan allemaal kruiden en noten en pinda's en dat soort dingen. Die ga ik allemaal meenemen. Kijk. Dat vinden wij interessant. Bijvoorbeeld campaper, wat zit erin? Waar is het voor? En zo hebben we dat met heel veel kruiden en specerijen gedaan. Dat vinden wij super interessant. Dus ja, die gaan sowieso mee de bus in. Dit is mijn specialiteit. Ik heb hier ook nog twee pannen. Die zijn
anti-PFAS. Ik kook dus het liefst op pannen waar dus geen PFAS-laag in zitten. Dit is wel wat duurder, maar ja, PFAS is super slecht voor je. Dus dat is ook een reden waarom ik dat dus doe. Als je afvraagt wat is PFAS? PFAS is een chemicaal wat je lichaam eigenlijk nooit kan afbreken. En het blijft dus vooral in je lichaam zitten en het is kankerverwekkend. Net zo eigenlijk als heel veel dingen die we in deze huidige maatschappij als gewoon beschouwden. Maar die eigenlijk dus helemaal niet gewoon zijn. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ik ga nu eventjes naar de schuur toe. Daarboven liggen dus nog heel veel doosjes met spullen. Daar ga ik even uitzoeken, want ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee meer wat erin zit. Manuela en ik willen in ieder geval zo gezond mogelijk leven. En vandaar dat we ook eigenlijk zo weinig mogelijk suiker eten. Zo weinig mogelijk koolhydraten eten. Dat is best lastig, ik zeg het je eerlijk. Maar het is gewoon niet verkeerd om daarmee te beginnen. Dus ik ga nu naar de schuur en checken we even wat daar ligt. Kijk, dat zijn de doosjes met allerlei spullen. Ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee, maar dit alles wat hier staat is eigenlijk voor mij. Dus we gaan gewoon, beginnen bij het eerste doosje. Ik zie al schoonmaakspullen, keukenspullen, sportspullen. Ja, dat ga ik gewoon meenemen. Sportspullen, we gaan nog even zo even... Zooi? Wat zooi? Het is geen zooi, maat. Wow, iemand noemt dit soi. Soja, nee soi. Nog meer potten, nog meer flessen, bestek. Ja, oké. Waarschijnlijk gaan we wel wat dingetjes verkopen of weggeven, weet ik het. Maar laten we eerst maar eens even kijken wat we allemaal hebben, joh. Dus op een gegeven moment weet je gewoon eigenlijk niet eens meer wat je allemaal hebt. En vooral als je dus eigenlijk... Hey, toch mijn loze. Mijn loze heb ik van mijn maat gehad. Topperloze, dat ook is gelijk wat ze van doen. Toen we zeg maar 3-4 maanden geleden het huis uit gingen, is het in één keer heel zonde om heel veel dingen weg te gooien. Overal waar je eigenlijk kijkt, denk je van ja, dat kunnen we nog wel gebruiken. Want dit kan je nog wel daar gebruiken, dit kun je weggeven. Dit is zonde, dit hebben we net gekocht. Maar ja, uiteindelijk kan je toch niet zoveel spullen de bus meenemen. Dus nu moeten we gewoon weer gaan selecteren. Oké, wat gaat weg en wat nemen we mee? Nu voelt het voor mij wel makkelijker om dingen weg te gooien, denk ik. Of weg te, niet weg te gooien, weg te... doen, omdat ik gewoon weet van ja, misschien is die bus wel te zwaar en kunnen we helemaal niks meer erin doen. Dus heeft het ook geen nut om te bewaren. Kunnen we er beter iemand anders blij mee maken. Het is vandaag een mooie gelegenheid om te doen. Als het goed is komt mijn vader zo meteen. Dan gaan we nog eventjes in de camper de laatste deur afmaken. Want die moeten we nog betimmeren. En dan is eigenlijk bijna alles klaar. Er is een gasstelletje gekocht. En die moeten we ook nog even aansluiten. Mijn vader had er nog een mooi idee voor. Want die vindt het zo dom. Dat is handig dat hij gewoon... Dat... Vertel iets tegen hem en hij heeft gelijk een idee. Dat is echt zo top, jongen. Dus het is echt heel veel zin met kijken. En let's go. Maar we zijn lang begonnen. Yay! Dus. Ojo. Nog meer kruidens. En boekweit. Zwarte rijst, zemelen, tandenstokers, zonnebloempitten zie ik, jongens. Dit is top, hier hou ik echt van. Oké. Ik ben er een beetje gek van, ouwe. Pfoi, we hebben veel meer zoals ik dacht. En het gevoel van het is zonder weg te gooien begint alweer te komen. Zo, uurtje later of zo. Doos 1 zit spul in, wat op 22 aangesloten kan worden. Op een stopcontact, wat we dus nu nog niet hebben. Maar ja, zonder weg te gooien. En het kan dus vaak dus alleen maar gebruiken als we dus aan de walstone room staan gekoppeld. Dus als we ergens een stopcontact ergens extern insteken, dan hebben we dus 220. Dan hebben we straks nog een omvormer en die gaat het naar 12 volt. En dan hebben we ook nog apparatuur op 12 volt. We hebben dus ook dingen op 220 nog. Hier nog wat boeken, Bijbel, de wetenschap over de Bijbel. Nog wat zaadjes, schaaltjes, rookmelder, glazen fles, kniptangetje. Wat nog bestek, nog een soeppan. Kaasschaaf, bestek, messen, lepels, dat soort dingen. Wat ding. Oeh. Dat was gelukkig hoor. Deze is van Manuela, zeg maar zo. Even kijken of ze dit nog wat hebben. Nou, er zitten nog glazen dingen in, andere dingen. Maar dit gaat dus in ieder geval niet mee. Dus kijken of iemand anders dit nog wilt. Zo staan daar ook nog een paar dozen. En binnen staan ook nog heel veel dozen. En boven staan ook nog dozen, dus ik ben er nog lang niet. Oké, huidige status is op het moment dat dit mee de bus in gaat. Ik heb de noten die ik dus allemaal heb. 3 soorten noten. Ik heb er nog meer, maar ik heb het even bij 3 gehouden. Gemixt in een grotere pot. Rijst, zwarte rijst gaan we meenemen. Voor de rest zitten alle kruiden en dingen zitten in kleine potjes. Vuilniszakjes, borstelverdrietjes, kousenippers, noem het op.
Dit zijn de grotere potten met dezelfde dingen eigenlijk erin. Die laat ik gewoon boven staan op mijn oude kamer. Zodat als dit bijgevuld moet worden, dat ik gewoon even naar boven kan bij mijn ouders. En dan ligt daar de voorraad. Dus dat is super chill. Handdoeken en onderbroeken ermee. Deze bakjes ga ik naar de moeder van Manuela brengen. Want die maakt op maandag altijd eten voor ons. En dan heeft ze altijd bakjes gekocht. Dus heeft ze hier gelijk weer een voorraadje. En ze heeft nu voor mij al 3 keer bakjes gekocht. Dus bij deze. Dit moet ik nog even uitzoeken. Maar dit zijn waarschijnlijk allemaal koffiemokken en glazen en dingen. Dus die hou ik even apart voor Manuela. Mag zij even doen. Nou, bepaalde schaaltjes en dingen neemt mijn moeder mee. Dingetjes worden hier schoongemaakt. Stek. Dan in de laag. Hier nog allemaal dingetjes. Hier nog snijplanken binnen. Wordt goed vooruit. Maar besef even hoeveel ik van deze potten nog heb. Bouillonblokken gaan ook mee, dus dit gaat eigenlijk nog mee. Deze noten van mijn vader achter, kan die lekker op kouwen. Check even hoeveel potten we nog over hebben. Nou ja, mijn kleren zo liggen er ook nog. Dus dit is gewoon een soort opslagkast die ik dus ga bewaren. Nog meer glazen potten. Hier zitten ook nog allemaal potten in. Kruiden, kijk, de opslag. En deze dan ook. Dus laten we hier staan. Als we het dan willen vullen, dan kunnen we dat gewoon vanaf hier pakken. Dus dat is super chill. Oké, de laatste doosje. Oh, wat vol. Dit is het mooiste werk, hè. Dit is perfect. Oké, goed, de matje zit er ook op. Daar kunnen we mooi instappen. Mijn vader zei al gelijk van, hij moet dat niet netjes, jongen. Moet dat niet even met wat parketjes. Maar ik zei, ja, dat kan later wel. Ja. Dat is meer eventjes dan nu, want je ziet dat het regent al gelijk. En alles is al gelijk nat. Stap je ook met die voeten naar binnen. Maar het is allemaal gelijk al een beetje vies, want dat matje wat hier ligt is ook niet heel van net. Dus dan kan je gewoon mooi instappen zo. We vegen ze even lekker zo aangeklad. Zie! Dan stap je hierheen op dit matje. Nou, dit zijn nog wat spullen. Dat soort bakken is altijd makkelijk. Dat kan Manuela mooi doen, dat vindt ze leuk. Er zitten allemaal spullen in. Dat is een 220 spul. Deze deur moeten we dus nog even doen. Mijn vader is nu met de watertanks bezig. Ik heb het al een beetje ingeruimd. Ik zal even naar binnen lopen. Kijk eens aan, de Croydons. Ik kom nu eigenlijk al te kort. Dus we gaan deze twee nog even verlengen. We gaan er nog even 2 bij hangen. Ik krijg een mooie hele rails met alles erop. Ja, ik vind het super chill. En laatst heb ik even spullen ingelegd. Maar dat mag Manuela eventjes allemaal inruimen. Dat vindt ze leuk. Dit ook. Dat ga ik gewoon in de kast zetten. Kijk, in deze kast zit genoeg ruimte nog. Hier komt waarschijnlijk ook het prullenbakje in of de wasmand. Even kijken hoe wat. Die gaan we dus hierop vastmaken. Met het theestuk. Hier ga ik eigen groentes in kweken. En met lekker groen in die bus. Planten die lucht gaan zuiveren. Lampjes, jongens, het wordt echt fucking vet. En we komen op dit moment steeds verder en verder en verder. En ja, nu is het wachten wanneer we er voor de eerste keer in gaan slapen. Dat hebben we nog niet gedaan. Ik denk dat we nog 1 of 2 nachts misschien bij oma gaan slapen. En dan gaan we het doen. Dan gaat het avontuur beginnen. Dan wordt het spannend en leuk. Maar het is wel spannend, zeg maar eerlijk. Maar ja, we zijn al redelijk ver en we kunnen niet meer terug. En we gaan ook niet meer terug, dus let's go! Nou, we hadden het al een mooie theestuk met een slangenventiel en een afsluiter gemaakt. Waar is dat voor, pa? Nou, kun je maar stappen, hè? Swinters. Swinters, ja. Dan kan je daar een slang op zetten om hem... Kom, hè? Nou, gewoon maar stappen. Dus dat ontluchten dan ook automatisch? Ja, ontluchting komt hier ook. Oké, maar waarom zit hier een slang op dan? Dit is voor de aanzuig. Van de pomp. Oh, oké. Okay. Ah, zo. Oké. Okay. Dus als je misschien het leeg laat lopen of het water zit bijvoorbeeld de hulling in. Je denkt van, ik denk dat het niet meer goed is. Tss, leeg. Het slangetje gaat dus naar de waterpomp. Kan misschien ook wel die kan op draaien, maar ziet welke droom bereikt. Ja, dit komt zo meteen onder de auto ook te zitten. Of niet zo meteen, maar uiteindelijk natuurlijk. En hiermee wordt de vulkant, dus hiermee kun je hem dus ook vullen. Dat is belangrijk, en niet alleen nee gaat lopen, maar ook vullen. Oh shit, waar zijn we beland? Waar zijn we? Nee. Op mijn werk zijn we beland. Ik was eigenlijk van plan om helemaal niet te gaan avond eten. Maar toen op een gegeven moment kwam ik bij John en hij had ook nog niet gegeten. En toen dachten we, ja, weet je best.
We gaan wel hier even weer terug om een patatje te eten. Ja. Ik heb mijn horloge weer gevonden. Maar ik heb vandaag al die spullen uitgezocht. We hebben een partij rotzooi, jongen. Ja, maar is het nou gewoon spullen of echt rotzooi? Ja, spullen rotzooi. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik heb alle noten, kruiden en zo uitgezocht. Het eten gedeelte en zo. Mijn moeder was ook super goed bezig, was super fanatiek geholpen. Heeft ze ook mee geholpen? Het schoonmaken van de potten, uitzoeken en zo. Wat we nu mogen doen is alle potten die te groot zijn en te vol zijn, die zetten we op mijn oude kamer. En dan nemen we alle kleine potjes mee en die kunnen we dan constant bijvullen vanuit die kamer als we dan wat nodig hebben. Super lief. Okay. En mijn vader is ondertussen bezig met de watertanks. Ja. Dus gaat weer goed. Ik ben een beetje moe, dus ik heb niet zoveel emotie. Geeft niks, ik heb vandaag 10 uur gewerkt, jongens. Strijden. Ik hou wel mee, normaal werk ik wel eens langer. Alleen ik weet niet, vandaag heb ik het gewoon niet zo. Ik ben gewoon heel moe, denk ik. Anders heb je dat van de dagen. In ieder geval, ik dacht, we sluiten even de video af. Als we lekker aan het eten zijn, ook wij eten wel eens niet gezond, zoals nu. Maar dat smaakt wel extra lekker. Dus Raymond en Douwe, jullie hebben lekker gebakken, jongens. Oh ja, je krijgt nog de groetjes van Raymond. Oh, hoi Raymond. Nee, ik was het vergeten dat hij dat zei. Oké. Dit is een van de laatste nachten bij opa. Ik voel toch wel een beetje sad of zo. Ja. Het was eigenlijk wel best wel gezellig hoor. Ja. Je ruikt toch wel snel gewend. Ook aan oma. Ook aan hele vibes en alles. De douche, de koffie, de gezelligheid. De bed. Dat iemand thuis is, het bed. De warmte. Dat is mensen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Oh.